opgevallen, sinds 2010 zijn er verschillende tegeltableaus verschenen van Utrechtse stadsgezichten. Nou, hier is er een van Willem Cornelis van Dijk. En hij heeft de oorspronkelijke schilderij gemaakt van hier, de Vismarkt. Er hangen ondertussen al 11 tegeltableaus en vandaag worden de laatste 3 onthuld. En deze hing al en is natuurlijk prachtig, van Jan-Hendrik Verheijen. Uitzicht op de Dom. We zijn 4 jaar bezig geweest met het hele project. We wilden er 10 gaan doen en het is uiteindelijk tot 14 gekomen. En hoe is het idee ontstaan? Het idee is ontstaan op de Mariaplaats. Daar hing een vitrine met een schilderij van Pieter Saint-Redan. En toen dachten wij als Heren Sociëteit, dat vinden we een leuk idee. We gaan er nog één ophangen. Mm-hmm. Maar al doordenkend kwamen we een tegelbakker tegen. En toen dachten we, een tegeltableau, dat is eigenlijk nog veel mooier. Want dat is veel kleurbestendiger, veiliger, gaat 2000 jaar mee. Zo zijn we op de tegeltableaus gekomen. Dus dit gaat nog 2000 jaar mee? Absoluut. En het is eigenlijk dus een beetje een museum, maar dan buiten? Het is een soort buitenmuseum. We zijn gaan praten met het Utrechtse Archief en met het Centraal Museum. En in een gesprek met Edwin Jacobs, de directeur van het Centraal Museum, ontstond de gedachte dat als je nou 10 van die schilderijen in de stad hebt, dat je dan eigenlijk een decentraal museum hebt. Wat betekent dit initiatief voor Utrecht? Het verrijkt de openbare ruimte. Het laat de geschiedenis van Utrecht, die zo rijk is, ook vandaag in de openbare ruimte zien. En het aardige is dat de schilderijen die in deze tegeltableaus worden uitgebeeld, dat die ook iets zeggen over de plek waar ze hangen. Het verrijkt, kortom, de buitenruimte. En voor degene die nog niet helemaal weten waar ze allemaal hangen, die tegeltableaus, komt er iets van duidelijkheid daarover? Ja, er wordt vanmiddag een boekje gepresenteerd waar ze alle 14 in staan, in afgebeeld worden, in beschreven worden. En die zijn gesorteerd in 2 wandelingen, 1 door de noordelijke binnenstad en 1 door de zuidelijke binnenstad. En die wandelingen die duren 1,5-2 uur, dus dan kun je met het boekje de hele stad door.